Het kabinet heeft vergevorderde plannen om boeren te onteigenen van hun bedrijf. Dit is een van de maatregelen om stikstof verder te reduceren. Agrariër Arnold van Woerkom is niet blij met de plannen en pleit voor andere oplossingen. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Het Outbreak Management Team adviseert om de coronamaatregelen in het basisonderwijs verder te versoepelen. Zo hoeven volledige klassen dan niet meer in quarantaine bij een coronabesmetting. Contact nu met een deskundige uit het onderwijs, Christian Abbing van de Cordeo Scholengroep. Goedenavond, meneer Abbing. Goedenavond. Ja, fijn dat u met ons verbonden bent. Is dat mooi nieuws voor u dat die versoepelingen er mogelijk aankomen? Ja, als het inderdaad zo doorgaat als het nu naar buiten komt, dan ben ik erg blij met de voorgestelde aanpassing. Want we merken toch dat het in quarantaine plaatsen van klassen, dat een rol speelt in de school. En ja, dat het de continuïteit van het proces in gevaar brengt. Ja, want de regel is nu, als er één leerling ziek is of besmet, dan stuurt u de hele klas naar huis. Ja, als één leerling positief getest is, dan gaat de hele klas naar huis. Mm. En de leerkracht ook. Ja. En de bedoeling is dat die ene leerling en misschien nog een paar meer om hem heen worden? Ja, de nauwe contacten. En de vraag is dan wel even, hoe wordt dat dan precies bepaald? Maar ik neem aan dat het OMT en het kabinet daar goede richtlijnen bij kunnen bedenken. Ja, toch zou je kunnen zeggen, van als u een klas naar huis stuurt, gaat u over op thuisonderwijs via een videoverbinding. Dan kan het toch gewoon doorgaan? Ja, dat klopt. Maar met afstandsonderwijs kunnen we toch echt minder doen dan met het daadwerkelijke contact met leerlingen in de klas. Waarbij met name de individuele aanpak van leerlingen gewoon heel anders is dan via een schermpje. Ja. Dat is, het is een mooie tussenoplossing, maar er gaat niks boven een klaslokaal met leerlingen en een leerkracht. Ja, want hoe ervaren leerkrachten dat als een hele klas naar huis gestuurd wordt? Nou, we hebben dat tot nu toe een paar keer meegemaakt. Het is echt wel intensief. Vooral omdat je de schakeling moet maken tussen thuisonderwijs, onderwijs in de klas. De eerste leerlingen komen na 5 dagen weer terug. Dan komt de leerkracht ook als het goed is weer terug. Maar leerlingen die niet getest zijn, blijven de volledige quarantaineperiode van 10 dagen thuis. Ja. Dus betekent dat je dan halverwege overschakelt naar een soort hybride oplossing. En het is echt wel een complex geheel. Ja. Nu zou je kunnen zeggen, een school waar kinderen dicht op elkaar zitten, met elkaar spelen, ja, dat is een bron van besmettingen. Ja, dus kennelijk kan het. Het OMT adviseert daarin. En ik ben geen expert op dat gebied. Nee. Ik ben een schoolleider. Van daaruit doe ik mijn werk. Dus dat is waar ik over kan meedenken. En ik ga ervan uit dat de RIVM en de PO-raad daar goed over nadenken. Ja. Voor ze met zo'n richtlijn komen. Ja, mogelijk over 2 weken, 20 september, horen we premier Rutte weer met nieuwe maatregelen of aangepaste maatregelen. Wat verwacht u daarvan? Ja, eerlijk gezegd, ik heb geen flauw idee. En ik laat het gewoon maar een beetje op me afkomen. Vaak is het toch een beetje wachten op de richtlijnen die daarna voor het primair onderwijs gaan gelden. Ja. En daar zullen we het mee moeten doen. Hmm. We gaan het zien en horen. Dank, meneer Abbing van de Cordeo Scholengroep. Precies, dank u wel. Dag. Wij gaan naar onze gast aan tafel, want het kabinet heeft vergevorderde plannen om boeren uit te kopen. Dit willen ze doen om op die manier de stikstofuitstoot verder terug te dringen. Aan tafel agrariër Arnold van Woerkom. Goedenavond, meneer van Woerkom. Uit Band in de Noordoostpolder, heb ik begrepen. Klopt, helemaal. Ja. Die plannen om boeren uit te kopen, wat vindt u ervan? Wat ik daarvan vind? Nou, slecht doordacht plan. Want? En het gaat de resultaten dus niet opleveren. Nee. Die men ervan verwacht. En waarom niet? Omdat het ecologische gedachtegoed niet maatgevend is geweest voor het bedenken van het plan. Ja, want even het onteigenen van boeren, wat houdt er precies in? Een land kopen en daar huizen op bouwen? Dat zou kunnen. Nou, maar als ik begrijp ook dus dat ze willen onteigenen en dan die gronden een andere bestemming gaan geven of op een andere manier laten beboeren. Ja.
Daar zou je best nog wat van kunnen vinden. Maar zoals ik er nu tegenaan kijk, dan zeg ik dat gaat gruwelijk veel geld kosten. Mm-hmm. Ik noem dat geld verbranden. Ja. En gaat uiteindelijk, en daar kom ik weer, omdat toch niet vanuit het natuurlijk denken wordt geopereerd, of te weinig daarvan daaruit, gaat het de resultaten niet opleveren. En dan denk ik van, dat is toch zonde, mensen. En die tijd zijn we straks weer verloren. Ja. En dit weten wij en dit communiceren wij al 15 jaar. Ja. En al die 15 jaar is er niks gebeurd. Nee, want voor de duidelijkheid, die reductie van de stikstofuitstoot, die moet naar beneden. Ja. Dat zegt u ook. Ja. Maar dat bereik je niet met deze maatregel. Dat ga je niet met deze maatregelen bereiken. En die ga je wel bereiken. Dus als je de kennis van die natuur hebt en weet waar het vandaan komt en to the point. En dan ook daar je maatregel op richten. Ja, toch wordt gezegd dat landbouw de grootste veroorzaker is van stikstofuitstoot. Is dat zo? Op zich is dat misschien wel juist. Ik zeg het een klein beetje voorzichtig. Maar die landbouw, u moet niet vergeten, die wordt gestuurd door systemen die we hebben opgericht. Dus alles heeft met alles te maken en is met alles verbonden. En je kunt zomaar niet uit een systeem stappen. Dat gaat gewoon niet. Ja. Ja. Maar eerder is gepoogd om varkensboeren uit te kopen. Ja. 500 boeren moesten dat doen om het succesvol te laten worden. Is dat gelukt? Nou, dat is gedeeltelijk gelukt. Ja. Maar je kunt varkensboeren en kippenboeren en melkveehouders die grondgebonden zijn, die met op grond te maken hebben, kun je niet helemaal op één hoop gooien. Hè? Dus ook daarin moet je dus gedifferentieerd denken. Hè? Ja. Dus vanuit die problematiek die zaak benaderen. Ja. Is de landbouw een makkelijke prooi voor de overheid? Van daar kunnen we wel wat halen. En dat ze niet bijvoorbeeld de grote bedrijven in Nederland aanpakken die ook stikstof uitstoten? Ja, u zegt het. Dat gevoel hebben wij natuurlijk. En dat is denk ik als je kijkt naar de belasting die er is op de natuur en de maatregelen die genomen worden. Dus het onderscheid wat erin gemaakt wordt. Ja, dan krijgen die boeren natuurlijk wel het gevoel van ja, we zijn een klein groepje. We hebben weinig te betekenen. Ja. We zijn qua stemtechnisch dus niet zo heel erg belangrijk. Dus voor de bühne mooie grote stappen maken. Veel geld verbranden, want dat zeg ik gewoon bij. En voor de bühne lijkt dat wel aardig. Maar over 10, 15, 20 jaar kijken we terug en zeggen wat hebben we toen gedaan? Ja. Waar was die kennis? Wat hebben we, waar zijn we misgegaan? Ja, u zegt wat je weggooit kun je niet meer terughalen. Nee, wat weg is, is weg. Ja. En als ik dus dan naar voedselproductie kijk, naar Nederland, naar de kennis die we hier hebben, de mogelijkheden die we hebben om gezonder voedsel te produceren. Ja. Maar dan moet er ook nog wel een en ander gebeuren. Dan denk ik, daar ligt een werkveld voor ons. Want onze gezondheid, dat baart mij zorgen. Ja. En daar kunnen wij wat in betekenen. Maar, ja. maar dan moeten we wel dus de neus dezelfde kant op krijgen. Ja, u zegt het kost gruwelijk veel geld. En het bereikt niet het resultaat wat je wil. Is er dan een soort Haagse werkelijkheid en een werkelijkheid in de Noordoostpolder, zal ik maar zeggen? Nou, er is een discrepantie tussen de ecologische waarden en de politieke werkelijkheid. Ja. En dat is het hele probleem. En als jij maar vanuit jouw politieke werk. Nou, dan zie ik hier een foto van wat, dat gruwelijke van. Ik bedoel, dit is het bodemleven vernielen. En het bodemleven hebben we nodig om die kwaliteit te organiseren. Ja. Nou, dat weten wij al zo lang. Maar om politieke redenen moest dit weer wel. Dit is een verkeerde manier voor een oplossing die er niet is. Ja, we zien nu een andere foto, Carola Schouten. Daar heeft u ook mee samengewerkt. Ja. Heeft u geadviseerd in een visieontwikkeling. Ja. Had zij wel oor naar wat u zei? Ja, ik wil zo beginnen om te zeggen dat ik denk dat het een hartstikke lieve meid is. Mm-hmm. Ja, dus als mens gezien, en ze had er oor na, inderdaad, zoals je zegt, ze had er oor na. Ja. Dan denk je op een gegeven moment van, nou, dit is een begin. Hè? Nu kunnen we praten en nou kunnen we kijken waar we terecht kunnen komen. Ja. Ook vanuit die politieke werkelijkheid. Hè? Want dat, ik ben niet achterlijk, dus dat heb ik ook wel in de gaten. Ja. Maar ik denk dus dat de politiek het haar onmogelijk heeft gemaakt om dat te gaan doen. Mm. Dat is mijn inschatting, hè? Want anders kan ik niet snappen dat zij dus niet meer actie hebben ondernomen om eens naar ons verhaal te komen luisteren. Wat ze wel toegezegd had. Ja, meer doorgezet heeft.
En nou ja, dan kijken of de politiek, of je die ruimte krijgt in de politiek. Want het is een gevecht. Ja. Ik weet het van andere ministers ook. En nou, je moet van goede huizen komen, wil jij zo'n trend die op een ministerie eerst of in de politiek eerst, om die toch wat om te buigen. Ja, nu is dit een idee van een demissionair kabinet die eigenlijk geen besluiten meer mag nemen. Bent u bang dat een volgend kabinet dit ook overneemt? En niet mee aan de slag gaat? Ja, ik ben bang dat deze hele trend die ingezet is door de politiek, ja, gewoon doorgang gaat gebeuren. Dat het gewoon doorgaat. Alleen de kleur van het kabinet, hè, dus de kracht die erachter zit, ja, die zal bepalen welke richting het op gaat. Het kan nog veel extremer. En nou, wat ik zeg, ik heb gelezen dus dat het deze maatregelen die ze nu hebben, dat die tussen de 7 en de 17 miljard gaat kosten. Dan denk je, mensen, voor veel minder kunnen we veel betere dingen doen. Ja, zoals? Nou, die stikstof kunnen wij reduceren op een natuurlijke wijze. Ja. En dan zal je de stal iets moeten aanpassen. Nou, gebruik een gedeelte van die 7 miljard om die stal aan te passen. En ook in de akkerbouw, hè, dus de wijze waarop wij met stikstof gaan, is ook allemaal mogelijk. Mensen, laten wij nou alsjeblieft goede dingen gaan doen. En dat weten we. Al 15 jaar geleden heb ik dat ook bij ons bij het waterschap en in de provincie al gezegd. Mensen, die druk van die stikstof, hè, uit die bodem, uit het oppervlakte, die kunnen wij allemaal reduceren. Ja, om ermee om te gaan. U zegt eigenlijk, luister naar ons en werk samen met ons om die stikstof te reduceren. Nou, luister naar ons. En nou ja, ik heb tegen Carola in de tijd ook gezegd, toen ze met haar visiedocument ogen hadden, gaan jullie nou maar door. Carola Schouten, ja. En maak van ons gedachtegoed een pilot. Hmm. Ik zeg, en heb ik nog aangeboden, zeg ik, dan gaan wij de praktijkkosten betalen. En we willen dus de wetenschappers erbij hebben, om datgene wat wij doen wetenschappelijk te onderbouwen. En dan heb ik gezegd, nou, ik ben wel zo vrij tegen jullie, tegen het ministerie zeggen, van doen jullie nou die wetenschappers betalen? Ja. Doen wij de praktijkkosten? En dan gaan we over 3, 4, 5 jaar, of misschien nog langer, gaan wij eens kijken wat jullie gedaan hebben, wat opgeleverd en wat wij gedaan, wat dat opgeleverd hebben. Ja. En dan kun je wikken en wegen. Dan kun je vergelijken, ja. Ja. Even naar dit weekend, was een autorace in Zandvoort. Ja. Ik koppel daar de vraag aan, durft de overheid haar heilige koe, zou je bijna kunnen zeggen, of melkkoe, niet aan te pakken? Auto's die stikstofuitstoten? Ik denk dat je een gevoelige snaar raakt. En ik denk dus dat gewoon op een gegeven moment ook in deze, je had het net over grote industrie, ja, maar dat belangenbehartiging, hè, wordt meegewogen in het beslissen van. En als je heel zwart-wit denkt, ja, dan denk je, dit kan helemaal niet. Nee. En dat is ook hetgene wat natuurlijk degene die wel aan de verkeerde kant van de streep staan, nu pijn doet. Ja. En dat gaat actie opleveren. En LTO heeft ook al gereageerd. Nou, dit wordt oorlog. Dit worden juridische gevechten. Nou, wie zit daar nou op te wachten? En moet je kijken wat dat kost. Aan tijd, maar ook aan geld. En ergernis, mensen alleen maar verliezen. Ja, alleen maar toe. Ja. Plus dat misschien jonge mensen, jonge boeren, denken van ja, moet ik in zo'n samenleving, in zo'n maatschappij straks aan het werk gaan? Ik kies wat anders. Ja, ik denk in zijn algemeenheid de problematiek die op de sector afkomt. En die is nogal wat complexer en meer breder als waar we het nu over hebben. Dat daar allemaal oplossingen voor gevonden moeten worden. Dus we moeten veel integraler gaan denken. We moeten veel integraler kijken naar die sector. Wat komt er allemaal op z'n af? Waar gaat het wringen? Waar zitten de knelpunten? Dan kun je ook aan financiering denken. Ja. En nog een aantal punten. En daar moeten allemaal oplossingen voor. Maar dat weten wij ook al wel 15 jaar al. Dat hebben we toen met die kennisinstelling, is het allemaal op tafel gekomen. En daar konden we dus mee aan de slag. Ja. Niks gebeurd. Nul. Alles is bekend, zegt u, eigenlijk. Eigenlijk alles is bekend. Ja, zo moeilijk maar wordt is om politieke reden misschien onder de tafel gehad. Dat is het. Het past niet. Het past niet bij de politiek. Alles wordt politiek ingekleurd. En daarbinnen moet het passen. Ja. En anders wordt het gewoon aan de kant gezet. Punt. Tot slot, meneer Van Woerkom. U bent akkerbouwer. Wat teelt u? Wij telen aardappelen, uien, wortelen, bieten, tulpen, graan. En daar gaat u mee door? En daar blijven wij mee doorgaan. Ja. Ziet u toekomst voor uw bedrijf? Kort? Voor onze jongelui. Ja, zeker wel, maar dan moeten we goede dingen gaan doen. Gezond voedsel gaan produceren. Daar ligt de mogelijkheid. Dank voor deze toelichting, akkerbouwer Arnold van Woerkom uit Bandt in de Noordoostpolder. Want dit was alweer uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen bij Leven en Welzijn. Dan zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.